Hoi allemaal, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Chrissy hier, Books of Chris. En ik heb weer een prachtige boekenbox binnengekregen. Dus het is gewoon weer unboxing tijd. Dit keer is het een nieuwe boekenbox. Eentje die ik nog niet eerder heb besteld. Dus ik ben heel erg benieuwd wat ik hiervan ga vinden. En er zitten twee boeken in. De boekenbox komt namelijk van Tiny Tree Trunk. Ja, ik moest even kijken of ik het goed uitsprak. Tiny Tree Trunk. Wat het betekent of waar de naam vandaan komt, geen idee. Maar ik deed 2 weken geleden mee met een winactie van hun. Je kon namelijk de uitslag van het Nederlands elftal voorspellen. Volgens mij was dat tegen... Weet ik niet meer, ik weet niet eens tegen wie ze toen moesten voetballen. Maar ik had voorspeld dat het 2-0 was, zou worden. En dat was het inderdaad ook geworden. Er waren nog een paar andere mensen die dat ook voorspeld hadden. En toen gingen ze loten. En toen had ik dus een boek gewonnen, naar keuze. En toen twijfelde ik tussen twee boeken. Namelijk Breekbaar als glas van Jenna Showalter. En Het oordeel van de wolf van Leigh Bardugo. Die wilde ik namelijk allebei wel graag hebben. Maar toen dacht ik, ja, Oordeel van de wolf misschien toch iets liever. Dus ik had gevraagd, want Oordeel van de Wolf komt volgende week uit. Mag ik die dan misschien uitkiezen? En als je dan volgende week uitkomt, moet jullie hem dan opsturen? Ze zei ze, oh nee, geen probleem, hartstikke goed. Dus toen ging ik daarna eventjes op hun Instagram pagina kijken. En toen zag ik dus dat ze eigenlijk hartstikke leuke boekenboxen hebben. En in één van die boekenboxen zat dus een boek wat ik graag wilde hebben. Dus ik had ze nog een berichtje gestuurd van, weet je wat, ik bestel nog een boekenbox bij jullie. En dan kunnen jullie, als dat beter uitkomt misschien qua verzending, het gewonnen boek daar dan bij in doen. Dus dat vonden ze helemaal goed. En ik heb nu dus een extra zware boekenbox gekregen met 2 boeken erin. En dit is dus de doos. Ik heb hem eventjes open gemaakt. En als ik hem open doe, dan zie ik dit. En oh, de spoilerkaart valt er al uit. Die pak ik even. En hier ga ik nog niet op kijken. Want als ik hier op ga kijken, dan zie ik al wat erin zit. Maar deze kaart zit er dus in. De spoilerkaart. De box heet Held met Vleugels. Klinkt sowieso altijd al hartstikke goed. Dus die ga ik ook echt pas als laatste lezen. En er staat in de box, zit een briefje geplakt. En daar staat: beste Chrissy, gefeliciteerd met het gewonnen boek. En wat leuk dat je de boekenbox Held met Vleugels hebt besteld. We wensen je heel veel plezier met de goodies en hopen dat je net als ons gaat genieten van het leuke verhaal. Team Tiny Tree Trunk. Nou, dat moet eigenlijk helemaal goed gaan komen. Dus ik ga hem gewoon openmaken en ik weet niet of dingen ingepakt zitten of niet. Ik ben heel erg benieuwd naar de goodies die erbij zullen zitten. Volgens mij werken zij wel echt met thema's en zijn het dus wel goodies die echt passen bij het boek. Dus ik ben heel erg benieuwd. Ik heb er super veel zin in om gewoon weer eventjes een andere boekenbox te gaan unboxen. Ik vind het ook wel spannend, omdat ik dus niet weet of ik de goodies wel echt leuk ga vinden. Maar ja, mocht het echt niks voor mij zijn, dan kan ik er vast altijd nog iemand anders blij mee maken. Dus, let's go! Oké, ik heb hem opengemaakt. Ik zie dat de boeken wel ingepakt zijn en de goodies niet. Dus ik ga gewoon beginnen met de goodies. En als eerste zit dit erin. En ik denk dat het stickers zijn. Ja, stickers. En er staat op Dragon Mom. En het zijn dus ook draken. Ja, mooi. Ik denk dat ik deze leuker vind. Deze zwarte. En deze zit er dus nog bij. Maar ik leg ze gewoon bij mijn stickercollectie. En deze is trouwens wel heel schattig. Dat zo'n store draak een klein katje vast heeft. Of een knuffelkatje is het volgens mij. Dat is dus wel weer heel lief. Die zit er dus in. Als eerste. Dan zit er nog meer in. Once Upon a Time staat erop. En dit zit ingepakt. Dus die ga ik even uitpakken. Wel heel mooi zwart papier. En dit is, oh, nice. Once Upon a Time. Het is een coaster, een onderzetter, denk ik. Ik vind hem wel heel mooi. Echt sprookjesachtig met een eenhoorn en een koets en een Tinkerbell elfje, roze vleugels. Dus deze vind ik wel heel mooi. Die ga ik zeker gebruiken. En het is ook wat
harder materiaal. Dus misschien kan ik hem wel gewoon buiten op mijn balkon neerzetten. Als ik daar op mijn tafeltje wat wil gaan drinken. Dus deze vind ik heel tof. Dan zie ik hier echt... Oh my god. Een boekenlegger. Er staat een knappe man op. Ik weet niet wie het is, maar daar gaan we zo even naar kijken. Hallo? Hallo? Wie is dit? Oh my god. Dit vind je niet op Tinder hoor, zulke mannen. She was a queen who didn't need a king in order to rule her people. But thankfully she wanted one. The glass queen. Zal deze kerel in het boek zitten? Even serieus, als deze kerel in het boek zit, dan ben ik gewoon totally verliefd. Gewoon meteen. Maakt niet uit of het een good guy is of een bad guy. Hij is zo knap. Oh, mensen zullen... Misschien lachen jullie me nu echt heel erg uit dat ik gewoon echt heel erg goed ga op fictieve fanart. Hij is echt heel knap. Ik wil dit. Oh my god. Oh my god. Kijk nog eventjes. Geniet hiervan. Dit is toch gewoon fantastisch. Die vleugels. Dat, hoe heet dat? Armor in het Nederlands. Hoe heet het? Weet ik niet. Oh my god. I love it. Dit is mijn favoriet. Misschien. Oh. Oeh, jeetje. Oké, we gaan snel door. Daarna heb ik. En wat zijn het? Ik weet het niet. Ik laat het eerst even zien. Het is een potje en ik dacht eerst het is een kaars, maar wacht, je kan het ook niet zo heel goed zien. Hij wil niet scherp stellen. Nou, er staat dus op. When her heart is made out of vengeance and ice, she won't kill you quick, she kill you thrice. Oké. Ja, The Glass Queen, volgens mij is dat de originele titel van het boek, denk ik. Maar goed, daar komen we achter. Maar, oh! Ik zit te denken, wat zal het... Ik denk dat ik gewoon nog helemaal van slag ben van die knappe man. Maar ik zit te denken, wat zal het zijn? Maar er staat hier gewoon op de deksel wat het is. En het zijn sugar scrub bars. Sweet orange. Voor onder de douche, een scrub. Oeh. Ruikt wel lekker. Ruikt een beetje naar snoepjes. Dat kan wel kloppen, want... Sweet orange. Zo grappig, want sweet orange. Het ruikt ook wel een klein beetje naar sinaasappel. Maar ze zijn blauw. En ik ga hem er proberen heel voorzichtig uit te halen. Want ik ben bang dat alles helemaal onder zit. Maar kijk, het zijn blauwe hartjes. En het hele potje zit er vol mee. Maar die kan je dus als body scrub onder de douche gebruiken. Dat vind ik wel echt super leuk. En, voor zover ik weet, plastic vrij. Want het is een glazen potje. Daar ben ik sowieso altijd... heel blij mee als er geen plastic verpakking omheen zit. Maar dit vind ik echt leuk. Die ga ik zeker gebruiken. En met deze man in mijn achterhoofd. Love it. Geweldig. Dan zit erbij een zakje. Wat ik sowieso een heel erg mooi zakje op zich al vind. Om dingetjes in te doen. Dus die ga ik zeker bewaren. En wat zit erin? Het is een ketting. Een kettingje. Wacht, kijk eerst nog even naar het zakje. Die is toch mooi? Die ga ik ook zeker bewaren. En het kettingje. Dus ik denk een ketting. Kan ook een armband zijn. Maar ik denk een ketting. Ja, het is een ketting. Hij is goud. En het is een boek. En op het boek staat Once Upon a Time. Ik vind hem wel mooi. Ik ben zelf denk ik meer van zilver dan van goud. Ik heb nu toevallig ook een ketting op. Om, maar wacht. Ik ga hem gewoon gelijk omdoen. Best wel tof. Een ketting gewoon met een boek. Want ja, ik hou van boeken. Het zou echt wel een heel mooi onderkin shot zijn. Hij hangt best wel laag. Ik heb hem nu op de strakste stand staan. Dus hij kan nog los. Hij kan nog laag hangen. Ik vind het wel een mooie ketting. Oh, en hij kan open. Oh, nu kan ik het niet meer zien. Oh, nee, wacht. Er zit iets in. En er staat tekst op, wat erin zit. When I find joy in every step of my journey, I will always have a happily right now. Oh. Dit is zo fantastisch.
happily right now. Hoe tof is dat? In plaats van happily ever after. Ze leefde nog lang en gelukkig. Nee, je leeft gewoon nu lang en gelukkig. Dit past zo bij mij. Ik heb namelijk ook hier zo op mijn arm staan als tatoeage. Alles is goed. In plaats van alles komt goed. Weet je wel, niet, leef niet in de toekomst. Maar leef gewoon nu. Dus deze is zo tof. Die ga ik er echt in laten zitten. Maar ja, wacht. Ik doe even zo. Want anders dan zie je die onderkin de hele tijd. Je kan hier dus ook fotootjes in doen. Van die hele kleine fotootjes. Dit is zo cute. Dit is echt fantastisch. I love it. Oké, deze hou ik even om. Deze ga ik bewaren. Die ga ik er wel weer in stoppen. Want ik vind het echt een hele mooie spreuk om bij te hebben. Maar we zijn nog niet klaar, want er zit nog veel meer in. En ik vind deze box nu al zo fantastisch. Vooral door die man. Maar goed. Oeh, wat zit er nog meer in? Is dit om te koken? Denk ik. Om te roeren? Denk ik. Maar ik ga straks op de spoilerkaart kijken. En er staat ingegraveerd: The future boat is and isn't fixed. The past and present intermixed. Wauw. Deze spreuken, als die allemaal in het boek zitten, hè, dan is het boek gewoon fantastisch. Maar kijk even hoe mooi dit eruit ziet. Ik denk dat jullie het in het spiegelbeeld zien, of misschien niet. Maar super mooi. Ik ga echt even kijken waarvoor het is. Maar als er iets is voor in de keuken, ga ik het zeker gebruiken. Ik weet niet zo goed wat er allemaal hoort in de keuken, want ik kook niet zo vaak. Maar goed. Wat zit er nog meer in? Een boekenlegger. Zonder knappe man. Maar wel een hele mooie boekenlegger. Van Tiny Tree Trunk zelf. Het is een hele mond vol. Lastig uitspreken. Staat achterop. Maandelijkse boekenboxen met leuke goodies en een vleugje magie. Daar ben ik het helemaal mee eens. Dit staat dus achterop. Ook de gegevens van Tiny Tree Trunk. Tree Trunk, jeetje. Zeg het even 10 keer achter elkaar. Hij is echt heel erg mooi. Er staan kleine sterretjes op, wat bloemetjes. Het logo is ook hartstikke mooi. Dus die zit er nog in. En dan zit er nog in een kaars, denk ik. Tenminste. En vanille en roos. En het is ook nog eens 100% vegan en eco-friendly. En hierop staat: I am my own fairy godmother. Cute. Oeh, lekker. Ik hou echt van de geur vanille. Ik denk dat het een van mijn lievelingsgeuren is. En roos is ook heel lekker. Hij is paars. Er zitten glitters in. En hij ruikt echt heel erg goed. Nice. Ik hou sowieso van kaarsen als goodies, zeg maar. Dus daar kan je me altijd blij mee maken. Dan heb ik hier het boek. Dit is denk ik het gewonnen boek, want dat is een hardcover. En dan heb ik hier. Ik zie de knappe man nog een keer liggen. Een artprint. Oh my god. Oh my god. Kijk even. Oké, ik ga jullie nu iets laten zien. Zoals jullie waarschijnlijk weten heb ik een gigantische crush op Gale uit De Glazen Troon. En daar heb ik dus een artprint van gekocht. En die heb ik op een boekenkast gehangen hiernaast. Dus ja, let alsjeblieft niet op de troep. Maar ik ga nu eventjes laten zien waar die hangt. En deze komt er sowieso bij. Oh my god. Ik wil het met deze. Oh my god. Ik hoop nu echt maar dat het gewoon een leuk personage is. Want anders is het echt fucked. Maar kijk. Hier zo. Hebben we dus Gale hangen. En dat was sowieso mijn meest favoriete bookish boyfriend ever. En ik wil dit boek gewoon nu lezen. Dat ga ik niet doen. Want ik ben Crescent City aan het lezen. En daar zit ook een hele knappe man in. Maar dit. Ik denk dat ik het ontzettend leuk vind dat ik eerst artprint zie voordat ik het boek ga lezen. Want dan weet ik een beetje wat ik kan verwachten.
En vaak zoek ik het pas tijdens of achteraf op om te kijken hoe iemand eruit ziet. Maar hierdoor, door dit te zien, deze artprint en deze boekenlegger, heb ik gewoon zoveel zin om het boek te lezen. Dus dit hebben ze echt fantastisch gedaan. Oh, oké, ik hou nu op, want ik kan echt nog een uur over deze man blijven doorpraten. En straks valt hij tegen, dus is het helemaal geen leuke aardige man of vind ik hem helemaal niet leuk in het boek. Maar ik vind hem wel heel knap. Maar goed, ik was dus bezig. Nu is de box leeg trouwens hoor. Nu word ik niet meer afgeleid. Ik leg hem wel even op de kop, dat ik hier niet nog een keer naar ga kijken. Maar dit is het boek wat in de box zit. Dus ik ga die eerst uitpakken. En daarna ga ik het boek uitpakken wat ik dus heb gewonnen. En dit is het. Oh, dit is het inpakpapier. En ik vind het prachtig inpakpapier. Ik vind het ook leuk dat het boek ingepakt zit. Ik heb eerder ook een keer een boekenbox besteld. En daar zat het boek dan niet ingepakt. Maar toch is het meer een cadeautje als hij wel ingepakt zit. Dus daar ben ik sowieso al heel blij mee. Ik maak het papier heel voorzichtig open. Want kijk ook even hoe mooi het papier van de binnenkant is. I love it. Dit ga ik hem er zo uit kunnen krijgen. Nee, ik moet de andere kant ook openmaken. Ze kunnen wel mooi inpakken hier. In ieder geval beter dan ik. Even zien hoor. Want ik vind het papier heel mooi. Dat kan ik misschien nog voor mijn bullet journal of zo gebruiken. Dus ik wil het ook echt niet kapot maken wat ik nu wel aan het doen ben. Maar daar heb ik in ieder geval nog wat over. Zo. En het boek is. Rapapa, ik wist het trouwens al welk boek erin zat. Breekbaar als glas van Jenna Showalter. En dit is dus volgens mij een Assepoester hervertelling. Maar dit is toch geen Prince Charming? Oh nee, sorry, ik zou er niet meer over praten. Ik heb deel 1 hiervan ook. Wacht, die zal ik even pakken. Ik weet niet of je eerst deel 1 moet lezen en dat je dan pas deel 2 kan lezen. Als iemand me dat even kan vertellen, dan laat het hieronder eventjes weten. Maar dit is dus deel 1, Koud als sneeuw. En dit is een sneeuwwitje hervertelling. Heb ik trouwens nog niet gelezen, moet ik nog gaan doen. En dit is dan deel 2 en dit is dan volgens mij een Assepoester hervertelling. Maar ik ga even voorlezen waar die over gaat. Welkom in de Forest of Good and Evil, waar sprookjes niet alleen echt zijn, maar ook de toekomst voorspellen. Prinses Ashley Charmaine, beter bekend als de Glasprinses, is geboren met een zwak hart. In tegenstelling tot haar twee zussen is ze dus niet alleen kwetsbaar, zo breekbaar als glas, maar is ze ook nog eens begiftigd met magische krachten en ze leeft met het idee dat elke dag haar laatste kan zijn. Tot een orakel aankondigt dat Ashley's lot is om Assepoester te zijn, met de knappe prins te trouwen en het koninkrijk van Seven te redden van hun wrede overheersers. Ashley heeft zo haar twijfels over de profetie. Hoe dan? Iedereen kijkt op haar neer, tot en met de dieren aan toe. Erger nog, de prins, die ze geacht wordt te betoveren, minacht haar nog het meest. Zal Ashley ooit koningin worden zoals haar is voorspeld, of verliest ze alles wat lief is? Dit klinkt echt goed. Ik heb gewoon niet eens gekeken waar het boek over ging, maar ik vond de koffer prachtig, dus daarom wilde ik hem al hebben. En de titel is ook een beetje wat dikker gedrukt, zeg maar, dus die kan je ook mooi voelen. Ik vind de koffer echt heel erg mooi. Het boek heeft 479 pagina's. En even kijken. Ik zie een kaart. Er zit een kaart in. Dat vind ik altijd superleuk. Nice. Oké, ik heb echt heel veel zin om dit nu te gaan lezen. Vooral door die man. Maar goed, dat komt later. Want ik ben nu eerst Crescent City aan het lezen. Ik heb mijn TBR voor deze maand al gemaakt. Misschien volgende maand. Want die man. Ik kan gewoon niet ophouden over die man. Ik wil weten wie het is. Maar goed. Die leg ik even aan de kant. Want ik heb nog een boek. En dit is dus het boek wat niet in de boekenbox zit, maar wie ik heb gewonnen. En kijk even hoe mooi dit inpakpapier is. Dit is zo mooi. Echt, dit is gewoon precies een soort print inpakpapier waar ik echt heel erg van hou. Ik vind hem echt heel erg mooi. Dus ik ga hem weer proberen heel voorzichtig uit te pakken. Maar ja, we weten ondertussen hoe dat gaat en mislukt. Oké, ik blijf gewoon een klein beetje scheuren.
Ik heb net dus eigenlijk gewoon al verklapt welk boek het is. Dus dat weten jullie nu ook al. Maar ja, dat maakt ook niet zo heel erg veel uit. Want hij is prachtig. Het is Het Oordeel van de Wolf van Leigh Bardugo. En dit is een spin-off van de Grishaverse. Maar dit is weer deel 2 in die spin-off. Het eerste deel is namelijk De Verminkte Koning. Wacht, pak ik er ook even bij. Dit is het eerste deel en dit is dus het tweede deel. En de covers zijn echt prachtig. Dus ja, dankjewel Nederlands elftal. Jullie hebben het hele EK verpest. Maar dankzij jullie heb ik wel een boek gewonnen waar ik heel blij mee ben. En omdat ik dus dit boek heb gewonnen, keek ik ook op hun Instagram en zag ik deze box. En ik ben zo blij dat ik deze box heb besteld. Ik vind het zo tof. Er zitten zulke mooie goodies in. Wacht, ik leg gewoon eventjes de boeken en de dingen eventjes aan de kant. En dan ga ik de goodies gewoon nog heel eventjes één voor één met jullie doornemen. En dan zeg ik meteen wat mijn favoriete goodie is en mijn minst favoriete goodie. Maar ja, ik denk dat dat dus al wel te raden valt. Wat ik allemaal heb gekregen als goodies zijn... Als eerste dus de stickers met draken. Ik ben heel erg benieuwd of er ook draken in het boek voorkomen. Dat weet ik niet. Daar heb ik nog niks over gezien. Maar die dus. Ik heb de coaster gekregen van Once Upon a Time. Ik heb de ketting gekregen. Waar dus deze prachtige spreuk in zat. Die ik er straks weer heel voorzichtig in ga stoppen. Ik heb dit gekregen. En ik denk dus dat dit voor in de keuken is. Ik heb nog de boekenlegger gekregen. Dit zakje tel ik eigenlijk ook gewoon mee, omdat ik het een heel mooi zakje vind. Een kaars zat er dus in. En de shower scrub zat erin. Dan nog de boekenlegger van de mooie man. En de artprint van de mooie man. En nou ja, je hoeft niet te raden, denk ik, wat mijn favoriet is. Want dat zijn natuurlijk deze. Maar als we die even buiten beschouwing laten, vind ik dit eigenlijk wel heel erg leuk gedaan. Die shower scrubs. Volgens mij kan je daar gewoon in één keer je hele lichaam mee scrubben. En ze zijn in de vorm van een hartje. Ze ruiken lekker. Dus die ga ik vanavond gewoon meteen proberen. En ik vind eigenlijk alles wel leuk. Maar als ik één minst favoriete moet uitkiezen, is het denk ik de stickers. Maar dat dan meer omdat ik niet zo heel erg veel... heb met zulke art draken, denk ik. Maar voor de rest vind ik alles heel erg tof. Dus ja. Ik zat even te kijken. Ik moest even mijn hand voorhouden. Want dan kan ik zien hoe lang ik aan het praten ben. 22 minuten alweer. Nou, ik neem nog eventjes met jullie de spoilerkaart door. Wat er allemaal in zat. En dat was als eerste natuurlijk het boek Breekbaar als Glas van Jenna Showalter. Nou, die heb ik jullie net laten zien. Van Rebecca Collins zijn het de babydraken stickers. Dan heb je van Oksana Reshetina de prachtige artprint. Helemaal mee eens. Van onze held Saxon. Dat is hem dus. Dus ik neem aan dat de boekenlegger er ook bij hoort. Omdat het dezelfde print is. Maar dan gedrukt op boekenlegger. En dan hebben we van Tiny Tea Trunk zelf. Tiny Tree Trunk zelf. De spatel, inderdaad. Voor in de keuken. Super handig. Met quote uit het boek. Dus de quote komt ook echt uit het boek. De Eco Soja Kaars, vanille en roos. Ook met mooie artprint erop. De Once Upon a Time Coaster. Dus kan ik ook wel goed dat dat een coaster was. En de Sugar Scrubs Bars van Aroma Body Treats. Ook heel erg lekker. En deze hebben ze trouwens, staat niet op de spoilerkaart dat die erin zit. Nou, die zit er wel in. En die vind ik heel erg mooi. En daar ben ik blij mee. En natuurlijk nog hun eigen boekenlegger zat erbij. Ik weet niet of die bij elke boekenbox zit, maar zit hier in ieder geval wel bij.
We vinden het erg leuk om te horen wat jullie van het boek en de goodies vonden. Laat een review achter op de site of laat je unboxing zien op Instagram en tag ons via Tiny Tea. Ik kan het gewoon echt niet uitspreken. Tag ons via Tiny Tree Trunk. Heel veel plezier met de boekenbox. Nou, ik vond het fantastisch. Als de makers van de boekenbox hier naar kijken, I love it. Echt, ik ga sowieso nog een keer een boekenbox hier bestellen. Want dit is gewoon echt fantastisch. En die artprints mag je in elke boekenbox van mij doen. Want I love it. Enige is misschien de naam Tiny Tree Trunk is niet uit te spreken op unboxings. Dus ik ga er gewoon even op oefenen. Mocht ik ooit nog een keer een boekenbox hiervan bestellen, dan beloof ik dat ik het gewoon fatsoenlijk kan uitspreken. En ja, ik hoop dat jij dit weer een hele leuke unboxing vond. Ik vond het echt een fantastische boekbox. Ik ben er gewoon helemaal sprakeloos van. Ik krijg er een spraakgebrek van. Ik denk dat het gewoon tijd is om af te sluiten. Ik vond het een fantastische box. En ja, laat hieronder eventjes weten wat je ervan vond. Of jij nu ook een crush hebt op die knappe man. En dan zie ik jullie volgende week weer. Doei doei!